Waar wilt u hem geplaatst hebben, mevrouw? Daar. Ah, wat lawaai! Ah, heb je niet iets voor mijn oren? Ik wil niet dat je zo... Ik heb een nieuwe record. Oh. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en jeetje mina, het is zo moeilijk om uit dit bed te komen. Dit bed ligt zo ongelooflijk lekker. Het is echt niet normaal. Ik ben wel een paar keer wakker geworden vannacht. Het komt omdat het echt keihard aan het regenen was. En aan de ene kant was het echt super fijn. Maar aan de andere kant werd ik daardoor wel de hele tijd wakker. Maar goed, het is shit weer. Ja, kan gebeuren. We gaan naar een nieuwe woning. Ik heb een afspraak met de makelaar daar, samen met Maiwen. En gaan we even praten over het appartement. Die ga ik waarschijnlijk te koop zetten. Dus als er nog geïnteresseerden zijn voor die woning, dan laat het weten. Ik ga even mijn outfitje aandoen. Die heeft Marvin echt wel super lief voor me klaargelegd. Die was echt vroeg uit bed eigenlijk. Even een schoon onderbroekje. Loop ik in bed beeld. En dan moet ik eigenlijk nog even oefenen met mijn onderbroek in de was gooien. Yay! Oh, bijna. Hey! Zo nice, hè, dat. Sok aan. Oh, jeetje, word je al zo oud en zo dat je gewoon niet goed je sok aan kan doen? Ik heb een beetje last van mijn rug van die zware tafel, dus ik kan even niet zo heel erg naar beneden bukken. Het ziet er echt stijf en lomp uit. Maar goed, we doen even lekker een sportoutfitje aan en dan gaan we vandoor. Zo. Lekker hoor. Oké. De mannen van de trap die zijn er alweer. Die zijn bezig. Even petje opdoen. En dan ben ik er klaar voor. Hoppakee. Zo, ik heb ook echt zo ongelooflijk veel zin om te gaan padellen weer. Want we hebben gisteren nieuwe padelrackets gekocht. Maar die hebben we dus nog niet gebruikt. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Maar goed, we moeten eerst even wat andere dingetjes doen voordat we weer even kunnen padellen. En ja, laten we even kijken hoe het ervoor staat hier. Ik denk dat ze de tent hebben uitgeklapt omdat het regent. Goedemorgen, alles oké? Ja hoor. Mooi. Nou, tentje opgezet. Ja, zou wel moeten hè. Dit is echt ideaal hoor. Ziet er goed uit. Nou, top, werk ze. Dankjewel. Maar een cappuccinootje. Zo, lopende band, hè? Dankjewel, schatje. Nou goed, ze gaan dit als het goed is afmaken. Dus dat wordt echt top. Weet je wat ik echt prachtig vind? Is dat zojuist heb je de mannen gezien van Upstairs. Die de trap maken hier zo. Die hebben de trap gemaakt naar de eerste verdieping, naar de zolder en hier naar de woonkamer. En het is vader en zoon. Dat vind ik zo mooi om te zien dat vader en zoon samen op de bus zitten en samen hetzelfde werk doen. Dat vind ik echt prachtig om te zien. Dus die werken gewoon samen, vader en zoon. Hoe mooi is dat? Goed, ik ga even mijn cappuccino naar achter atten. Dan gaan we er vandoor. Daar sta ik dan, dames en heren, in het appartement met zo ongelooflijk veel herinneringen, emoties. Wat we hier hebben meegemaakt in die... Nou, ik dan zeg maar in die 6 tot 7 jaar en jij 4 jaar sowieso ongeveer. Nou, bijna 5 denk ik. Bijna 5. Ja, hebben we ongelooflijk veel meegemaakt. En ik heb heel erg veel reacties gezien die me echt raakten. Waarvan ik dacht van wauw, ik vind het zo mooi dat jullie dat op die manier omschrijven. En dat jullie er zoveel genot van hebben gehad. En zoveel plezier. En dat zelfs een paar van jullie zoiets hadden van... Ik word gewoon een beetje emotioneel dat dit hoofdstuk is afgesloten. Dat we het appartement gaan verlaten. Er waren reacties dat mensen de verhuizing hebben gezien hier naartoe. En nu dus de verhuizing weer op de voet volgen naar... Soesterberg. En er zijn mensen die hier de vlogs kijken vanaf Huis Knol. Dat gebeurde hier ook. Hier was dat zwembad met, 100.000 Orbeez. Daar lag het kleed met de tv. Hebben we VR gedaan. We hebben Johnny's hier ontstaan. Huizen Knol heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk Enzo Olympics gedaan werd live. We hebben zo ongelooflijk veel mooie dingen hier meegemaakt. Dus weet jij nog een fantastisch mooi moment? Laat het dan even weten in de reacties die wij hier hebben meegemaakt in dit appartement. Ik heb ontzettend genoten. We hebben zojuist een goed gesprek gehad met de makelaar. We hebben even een rondje gedaan. Hij heeft ons eventjes een paar tips gegeven over hoe we dit moeten achterlaten. En dan gaat hij ervoor zorgen waarschijnlijk dat het dan uiteindelijk te koop komt. En dan gaan we het wel meemaken wie er geïnteresseerd is en hoe en wat. Maar voor nu hebben wij in ieder geval even een to-do-lijstje gemaakt van wat er moet gebeuren. Dus kunnen wij weer verder. Maar goed, het is in ieder geval een prachtig abonnement.
Een prachtig appartement. Maar ja, ik heb er altijd met veel plezier gewoond. En het heeft echt een gigantisch aantal vierkante meter voor een appartement. Dus ja, wat dat betreft, voor de volgende bewoner of bewoners, ja, denk ik dat ze echt wel een goeie hier aan hebben. Dus, maar goed, we gaan het in ieder geval netjes achterlaten. Dat is het allerbelangrijkste. Dus dit, wat je nu ziet, dat wordt nog veranderd. Want hier stond de bank en er ligt aardig wat op de grond. Dus we gaan even alles mooi schoonmaken en opruimen. Dus dat is wat we gaan doen. Yes. Toch? Zeker. Hoppa. We zijn er, dames en heren. Ja. Hoppakee. We zijn weer lekker aan het sporten bij Pim. Ik zit even te kijken naar de houding van Myron, of dat allemaal goed gaat. Lekker hoor. Vandaag, we zijn bij Pim in de studio, we zijn lekker aan het trainen, we zijn lekker bezig. Kom even kijken wat we aan het doen zijn. Kijk, we hebben hier vandaag Enzo even aan het werk gezet. Kijk, Enzo lekker zijn rug aan het trainen. Doet lekker mee, net dat hij zin in heeft. Nicky loopt er gewoon een beetje bij om mooi te zijn. Fantastisch. En dan hebben we hier Miron. Miron is weer aan het zitten, uitrusten en doen. Dus nou ja, we zijn lekker bezig. Let's go. Oh, Enzo, één borst nog en zo meteen. Zet de kolen even op. Zal ik er even een mooi Pim shotje maken op de camera? Hoppa! Lekker, goed bezig. Dankjewel. Wat is dit nou dan? De deur is open hoor. Alsjeblieft. In één keer begint de zon te schijnen. Wat? Ik heb namelijk mijn afspraak voor vanmiddag afgezegd. Ja, het kan wel weer gaan regenen hoor, dus we weten het niet helemaal zeker. Maar ik heb mijn afspraak voor vanmiddag afgezegd. Want ik zou vanmiddag, en dat is wel echt heel vet, dus nu de zon een beetje schijnt en het droog is, baal ik heel erg. Maar Dennis, ik weet niet of jullie hem nog kennen van het FPV dronevliegen, die heeft zoiets vets gebouwd. Die heeft gewoon een FPV drone, gewoon handmatig solderen, alles erop en eraan, voor mij gebouwd. En er is een instapmodel, zeg maar, beschikbaar. En die twee drones ga ik testen met hulp en een les erbij van Dennis. Dus daar had ik zoveel zin in. Want ja, dat zijn eigenlijk de shots, zeg maar, die Jelmer heeft gemaakt op windsport. Voor de mensen die niet weten wat voor shots. Dit zijn de shots die Jelmer heeft gemaakt op windsport. En moet je kijken hoe vet dat eruit ziet. Hè? De snelheid, de bochtjes, de stabilisatie van die camera. Dat moet je uiteraard wel doen via een programma en renderen en bla bla bla. Een beetje te diep op de materie als ik daar verder iets over ga vertellen. En ik heb er zelf niet heel veel stand van. Maar ja, jullie hebben die beelden gezien. Super dik. Nou, nu heb je ook nog beelden zoals dit. En dit gaat er echt waanzinnig snel aan toe. En dit is FPV race drone. Dus dat is gewoon een wedstrijd waar Dennis meerdere keren aan mee heeft gedaan. Zelfs een mooie plaats heeft gepakt van de wereld. En van hem krijg ik dus les. Dus daar ben ik super hyped voor. Maar we hebben het verplaatst naar volgende week, want dan wordt het 100% mooi weer. En dat is gewoon veel gaver voor de shots. En dan zit je in ieder geval niet met twijfel van gaat het nou regenen of niet. Dus ja, kunnen we vanmiddag wel eventjes werken aan de studio. Dat is wel echt super fijn. Jullie zien me trouwens waarschijnlijk bijna altijd nu met dit tasje. Maar dit tasje is eigenlijk het enige tasje samen met die zwarte die ik heb, waar mijn vlogcamera in past. En het is zo chill voor mij om soms niet met die camera te lopen, maar in mijn tasje te hebben. Dus daar ben ik echt super blij mee. Maar goed, we gaan nu in ieder geval naar huis. Even lekker omkleden. En dan gaan we vanmiddag even lunchen bij vrienden. Dus dat wordt wel hartstikke gezellig. Zeker. En dan weten jullie in ieder geval dat volgende week er een hele vette vlog aankomt met de FPV drone. Oh, het wordt volgende week sowieso echt 20 graden, zag ik, hè? Wordt zulk mooi weer. En daar heb ik zoveel zin in. Maar die zei gisteren al van, we moeten een tuinset kopen. Nee, maar we hebben ook de hangmat en ik weet precies waar die ligt, die hangmat. Dus als het mooi weer is, dan kunnen we ook met z'n tweeën in de hangmat liggen. Ja, dat is perfect. Dat is ook top. Daar hoeven we helemaal geen tuinset voor te hebben. Gewoon klopt. Lekker met z'n tweeën als de zon schijnt in die hangmat. Ja, dat is heerlijk. Boven het zand. Ja, maakt niet uit. Dus ja, dat is wel iets waar we ons op verheugen volgende week. Het mooie weer. Zeker. Nou goed, we gaan eens even lekker naar huis. Even lekker douchen. Even kijken hoe het met de trappen voor staat ook. Ja, inderdaad. Misschien zijn ze eind van de dag al klaar en anders morgen. Zei die dat? Ja. Wow, nice. Ja. Ja, want ze moeten ook nog die andere trappen afkitten natuurlijk. Maar het is wel echt bijna allemaal af. Als ja, dat, super vet. Als dat afgekit is, oh, dat ziet er zo clean uit, denk ik. Ja, 100%. Echt 100%. Zin in. Goed, we gaan nu eens. Wat is dat toch altijd, schat? Met dat je mijn kleding pakt. Ik zie in één keer Marjo de trap aflopen, heeft ze een shirtje van me aan. Ja. Sorry. Oké. Ik heb zelf geen t-shirt eigenlijk. Nee, omdat ik ze heb.
Ja, dus dan denk ik, ja. Nee, mag hoor, geen probleem. Je mag shirts van mij pakken. Je mag alle kleding van me pakken die je wil. Behalve? Mijn tasje, want die is voor mijn camera. En je petjes. En mijn petjes. Maar nu heb ik die ene die ik vanochtend op had, die wou jij weggooien. Toen zei ik, die neem ik. Ja, want klopt. Voorheen als ik een petje van Enzo had, dan zet ik hem strakker. En dan zat hij niet meer lekker. Ja, hoe het zeg maar is met mijn petjes. Als ik mijn pet opdoe, zoals deze, dan zit hij precies perfect voor mijn hoofd. En als Marion dan een petje voor me pakt, dan gaat ze hem helemaal strak draaien en zo. En dan wil ik hem snel opdoen en dan past hij niet op mijn hoofd. En Marion heeft weer mijn pet gepakt. Maar goed, in ieder geval, wij gaan er even vandoor. We hebben ons even helemaal omgekleed. Dikke prima. En ik heb hier een telefoon neergezet met een timelapse. Dus dan kunnen we mooi zien en moet je kijken. Wauw. Ja, ze hebben goed werk geleverd van de upstairs. Want check eventjes hoe dit eruit ziet. De trap zit er eigenlijk al in. Alleen ja, het moet nog afgewerkt worden aan de zijkanten. Dus dat krijgen jullie te zien op de timelapse. We hebben even lekker geluncht en nu is de trap dus bijna af. Morgen gaan ze, zoals ze dat noemen, de puntjes op de i zetten. Dus ik zal jullie eventjes meenemen naar beneden op dus deze prachtige trap. Met mooie lampjes aan de zijkant. Hoppakee. Ja, super clean. Echt heel erg mooi. Ook de zijkant hier helemaal, moet je kijken joh. Wauw. Ziet er echt heel mooi uit. Dus morgen gaan ze nog alles afkitten. En dan is het project met upstairs is helemaal rond. En dan hebben we een prachtige trap. Moet je kijken, joh. Ze gaan niet alleen deze kitten, maar ook de eerste verdieping en op zolder. Dat is dus iets wat ze helemaal op het einde doen, blijkbaar. Ah, het ziet er goed uit, hoor. Netjes. Blij mee. Nou, dames en heren. We hebben weer een nieuw project voor de boeg. En dat is namelijk een droogrek. Alleen wat ze hierbij hebben gedaan, nou daar moet ik wel echt even complimenten voor geven. Want dit is grandioos. Er staat hier stap 1. Gebruik dit installatiepapiertje en een waterpas om de gewenste positie voor het droogrek te bepalen. Dus wat je hier hebt, je hebt dus serieus gaatjes hier. Kijk, hier zie je er eentje. Hop. En dan heb je dat dus op 6 plekjes. En als je dan precies gaatjes boort op de 6 geplaatste stippen die al op het papier staan. Dus deze 2 en deze 2. Plaats de plug in de geboorde gaatjes. Plaats de droogrek op de juiste positie. Draai de schroeven vast en is klaar voor gebruik. Nou, dit is echt de beste handleiding en de beste manier ever. Dit maakt het zoveel makkelijker. Ben ik klaar voor? Jazeker. Ja? Ja. Je moet je niet schuin houden, dan vallen die stangen eruit, zag zo ik al. Toch? Ja, super. Nou, kom eens maar mee, mevrouw. Ja. Laat maar eens zien waar je dat droogrek wil, anders zal ik hem even vroeger ophangen. Heel fijn. Vandaag kost het niks. Nou, ik zou een kusje waarderen. Oké. Maar dat kunnen we wel zien nadat ik droogrek heb opgehangen. Of je tevreden bent met het resultaat. Precies. Waar wilt u hem geplaatst hebben, mevrouw? Ik denk daar. Goed. Dus ik moet even wat spullen verplaatsen. Kon u dat van tevoren al niet even doen, mevrouw? Nee, want ik was koffie voor u aan het maken. Herinnert u zich dat nog? Nee? Ja, want ik dacht eerst hier. Maar ik weet niet welke kant die deur straks open gaat. En stel hij gaat die kant open naar binnen en dan daarheen. Is het niet handig als hij hier heel dicht bij de muur zit? Toch? Van alle merken thuis. Ik ben met jeans. Toppie. Goed. Geweldig. We hebben alle ruimte om eventjes te gaan boren. Maar dat is nu de vraag. Waar wil je hem hebben? Ja. Een stukje tape. Ah, daar ligt mijn gereedschap. Deze tape geeft geen vlekken. Is makkelijk te verwijderen ook van de muur. Super. Dus mevrouw, waar wilt u hem hebben? Ja, dus daar aan die kant. Zo. Ja, wel veel lager denk ik toch? Ja, hoe hoog moet een droogrek? Daar twijfel ik nu een beetje over. Ik ben van alle markten thuis. We kijken gewoon even op internet. Hoe hoog is een droogrek? 89 centimeter hoog. Ja, dat is wel een stukje lager dan dit. Maar ik vind waar je hem nu hebt best wel een mooie hoogte eigenlijk. Want dan kan je wel goed ophangen. Dit is 89 centimeter, mevrouw. Oké. Wilt u nu nog weten of het waterpas is? Ja, maar hij mag wel iets hoger, vind ik hoor. Oh, oké. Even kijken. Nou, nee, laat maar. Doe maar, laat maar zo. Is niet waterpas, mevrouw? Huh? Dit klopt niet. Nee. Dit is waterpas. Ja? Ja. Okay. Dit is waterpas. Zal ik hem even voor u vasthouden, dan kunt u hem tapen. Oh! Dat schrik jou niet af, hè?
Ja, zo. Kom loslaten. Ja, kijk eens aan mevrouw. Mooi. Super. Ja, mee eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het een mooie plek. Zeker, hè? Dus geen weg meer terug. Zeker, zeker. Ik zat wel even te twijfelen tussen deze of deze. Maar deze is wat groter. Kan ik altijd later nog doen. Maar die dikte is perfect voor die plugjes. Ja, dat zeg ik dus net. Oh. Het zou kunnen zijn dat het die andere is. Oh. We beginnen met deze, die andere is groter. Okay. Ik kan niet meer van groot naar klein maken. Nee, slim. Ja, dat is onderdeel van mijn beroep. Nee, maar dat had ik niet geweten. Okay. Zo, daar zit trouwens wel de meterkast, bedenk ik me net. Ik wou nog even een test doen. Kijken wat erachter zit. Nee hoor, mevrouw, er zit steen. Okay, gelukkig. Toevallig ook een steenboor. Verkeerde stand. Het boordje zat er niet goed in. Ik wou dat al zeggen, maar ik dacht nee, ik zeg al niks. Gaat even technisch iets fout. Ja, maar dat lag aan het boordje, niet aan jou. Het kan zijn dat u misschien een stap terug moet doen. Oké. Okay. Schat, je moet niet te zelfverzekerd worden, hè? Wel een beetje focus. Alsjeblieft. Hij is helemaal omhoog gegaan. Huh? Hoezo ga ik omhoog hier? Wat is het voor woning, mevrouw? Nou, je hebt er een gat van gemaakt. Niet normaal. Doe maar even die andere eerst. Misschien hebben we dat gat niet eens meer nodig. Goed recht naar achter, Giel, hè? Wat is dit voor muur? Ja, dikke muur. Ja, wat zit er allemaal? Ja, het is gewoon echt een... Dit is de steun... Hoe noem je dat? Steunmuur. Maar past het plugje in met dit boordje? Misschien moet je dat checken als je die grote er ook nog weer moet pakken. Boom. Top. Als ik niet opschiet, wordt koffie koud. Ja. Super, super. Gelukkig is nog maar twee gaatjes. Dat is niet normaal, ja. Nee, is echt niet normaal, ja. Harder dan een festival. Oh, jeetje, dat voel ik wel op de trommelvlies. Ja. Oh, misschien moet ik even naar de dokter. Oh, dat is echt hard. Even kijken, dit vind ik spannend. Waarom? De meterkast. Vind ik dit spannend? Nee, dat komt wel goed. Want het zit allemaal nog voor die plank. Zie je niks? Hout, hè? Ik heb even gekeken, mevrouw. Zit veilig. Oké. Okay. En anders de wedstrijd. Ah, heb je niet iets voor mijn oren? Ja, doe het in je pet. Doe het in je pet aan de zijkant. Is zo hard voor je oren. Echt niet normaal, joh. Ja, en dan zo onder je kin langs. Knip je erin. Oh. Het is echt hard voor je oren, joh. Je vindt het wel leuk, hè? Mm-hmm. Alleen moet daar nog een plugje in eigenlijk. Kijken of dat past. Je dacht even... Is dit uw eerste werkweek? Eerste dag. Nou, dat ding ophangen. Hé, hey, waar is je plugje dan? Ja, dat komt er wel. Oh. Waar is dit eigenlijk? Wat heb je gekocht? Hoe moet dit dan? Hier, gewoon daar. Dan moet dit er eerst uit. Hoe doe je dit? Jeetje, wat mooi spul jij, mevrouw. Super, hè? Oh, mooi spul. Mooi oog toch, mevrouw. Ik kan u vertellen, mevrouw. Ja. U heeft geluk dat u mij even ingeschakeld, want dit is wel een pittige klus, hoor. Ja? Ja, hoor. Schat, ik wil niet dat je zo... Nee, maar...
dat je dan ook meteen naar dat bordje gaat kijken. Wil je mijn gereedschapkist even pakken? Ja, doe het lief. Deze? Ja, zet me neer mevrouw. Oké. Kan ik u ergens mee helpen? Nee. Die sokken ook. Ja, ik heb echt respect voor klusjes, man, hoor. Ja, ik ook. Serieus, hoor. Wat die allemaal doen en zo, dat is niet zo makkelijk als je denkt. Nee, denk, is ook niet. Stel wel, je hebt wel een grijns op je gezicht. Ja, omdat jij gewoon een clown bent. Clown? Zou je nou niet om alles lachen? Jij zei ook dat ik allemaal even snel, hoor. Ik ben verdomme al een half uur bezig, man. Maar ik ben echt blij met zo'n handige vriend. Klusman. Hoppa. Ja, ik kwam er gewoon vanaf. Oh, joh. Tomme. Ik kwam er gewoon vanaf. Ik vond het al zo raar. Ik kwam er niet bij. Super. Dankjewel. Mooi. Ja? Like it. Yes. Tevreden? Zeker. Alleen ga je het erg vinden als ik nog zo eentje bestel? Je zei nog dat het zo handig was, hè? Nu weet je wel hoe het moet. En nu inklappen? Hoe werkt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Zo, zo. Nou, ideaal. Nou. Ik vind het echt top. Ja. Nou, we hebben weer gevonden, joh. Ja, echt leuk. Super! Top! Nou, dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Ik ga even stofzuigen. Ik ga even de boel opruimen. Dat hoort er ook bij, hè? Zeker. Hebben we weer een klus geklaard. Hartstikke idee. Zo, dames en heren. Het is even een beetje heen en weer rijden. En ook alweer naar het appartement. Maar ik moest hier nog eventjes wat spulletjes ophalen. En van een paar dingetjes moest ik eventjes een foto maken. Want deze bureaustoelen, die ga ik allemaal verkopen. Dus die komen even online te staan. En zo heb ik even wat dingetjes geregeld hier. Maar ik kreeg een telefoontje en ik was er even met mijn kopje niet bij. Want Mayon zei, het eten is klaar. Waar ben je? Ik was zo druk aan het inpakken en de laatste dingetjes hier regelen. Helemaal de tijd vergeten. Dus ik ga naar de nieuwe woning. En dan, ja, ook dit soort pennyboards zat ik even over te twijfelen van ja, wat ga ik daarmee doen? Ga ik die nog echt veel gebruiken of kan ik daar een andere eigenaar voor vinden? Dus ja, zo was ik echt de allerlaatste spulletjes die hier nog liggen, was ik even bij langs aan het gaan en even fotootjes maken en ja, goed voor elkaar. Nou, op naar de nieuwe woning weer. Dames en heren, ik mag weer van geluk spreken, want ik kom thuis en de meeste dingen zijn eigenlijk al besproken. Dus ik val eigenlijk een beetje op het perfecte moment binnen. Want dit is dus nog doorzichtig, zoals jullie kunnen zien. En dit komt dan hier helemaal voor. Dus daartussenin kan die rails mooi weggewerkt worden. En dan hoor ik net dat het elektrisch is. Dus met een afstandsbediening kan je dan het hele gordijn zeg maar zo open laten gaan of dicht laten gaan. Perfect. Doe eens voor je hoofd. Ja, het is met licht van buiten zo of tegen het licht in. Het heeft een ander effect natuurlijk. Maar de man die hier nu alles gaat opmeten en zo, die is nu boven bezig. Ideaal. Het wordt echt zo mooi overal. Ik heb net echt even in 2 minuten dit, dat, die kleuren, doorzichtig, donker, alles op en eraan. Het klinkt echt als muziek in de oren. Ik vind het helemaal geweldig. Fantastisch. Maar die vond het ook helemaal mooi. Kijk, en deze komt dan hier. Die kan je dan zo open schuiven, zeg maar. Ja. Wat ik bedoel? Ja, goed idee. En die komt dan ook daar op de deur. Maar die kan je ook allemaal naar boven zetten en dan heb je alsnog gewoon het hele raam. Maar als je het een keer dicht wil doen, dan kan dat daarmee. Nou, goed geregeld. En terwijl Myron dus met die man bezig was om het hele huis rond te lopen en alles uit te zoeken, mogen we echt van geluk spreken, want ja, die is gewoon aan het koken. Ook nog. In onze nieuwe woning. Ja, en die kleding past ook gewoon bij de keuken. Ja, je matcht wel goed, ja. Ik heb er helemaal uit gekozen. Wat heb je gemaakt? En pasta met chorizo en kip. Oké, okay. Nou, goeie. Dat is echt net klaar. Hier was bestek, hè? Ik heb het daar neergezet. Oh.
Nou, goede timing. Dankjewel. Vet. Nou, gaan we even lekker smikkelen. En dan straks als wij het eten op hebben en die man is klaar met meten boven, dan gaan we naar de studio. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Daar heb ik 3 prachtige grote kozijnen. En daar wil ik natuurlijk ook even iets van. Of een rolgordijn van boven naar beneden. Of ik wil een gordijn van links naar rechts. Dat het eventjes allemaal mooi afgesloten kan worden. Dat mocht het zo zijn. Dat heb ik nu 2 keer meegemaakt. Dat als in de ochtend de zon opkomt van die kant, dan schijnt dat zo vol op die studio bij de ramen, dat je dan echt met je ogen aan het knijpen bent. Omdat alles natuurlijk zo licht en wit is, weerkaatst dat heel erg. Dus het is best wel fijn om dan even iets naar beneden te kunnen doen of iets dicht te kunnen schuiven. Waardoor je dus verduistering hebt, dat je het niet aan alle kanten donker maakt, maar misschien aan 1 kant donker waar de zon komt en dan toch nog lichtinval kan krijgen van de andere kanten. Dus het is weer een lekker druk programmaatje zo achter elkaar, maar dat gaat allemaal perfect. En dan gaan we straks ook nog sportief bezig zijn. Los van dat we vanochtend al sportief bezig zijn geweest. Want ik ben zo ongelooflijk hyped. Ik heb een padelracket gekocht gisteren samen met Myron. En ik heb gewoon zo'n zin om te padellen. Juist. Precies. Ja. Oh, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus dat gaan we straks eventjes doen met z'n allen. Dus we hebben nog wel even een 4e nodig. Dus, maar die hebben we geregeld. Dus dan is het 2-2. Even kijken wat voor teams we gaan maken. Goede tegen de slechte, toch? Want... Nou, ik weet niet wie... Ja, jij hebt het een paar keer gedaan, zeg je net. Ja, maar ik zou mezelf niet bij de goede neerzetten. Maar je hebt je eigen padelracket, zei je. Ja. Wellicht niet bij je, maar... Nee, maar je hebt hem wel. Ik heb hem. Ben je nou goed? Nou, ik moet zeggen, de persoon die vanavond komt, die heeft een hele grote tas met 3 padelrackets. Ja, dat is wel heel goed. Dus dan ben je wel goed, ja. Want hij zei tegen mij gisteren toen ik hem had gekocht, hij zei, heb je ook meteen zo'n tas gekocht? Ik zeg, dat ga ik niet doen, want als ik zo'n tas koop met padelrackets, dan weet ik gewoon dat als ik ergens aankom, dat mensen denken, wow, maar die guy, die is echt professioneel, jongen, die is goed. En dat wil ik niet hebben. Ik wil liever een beetje die underdog zijn. Ja, dan dat ik meteen zo aankom van wow, die guy is echt profi. Dus nee. Maar goed, we gaan hem straks uittesten. Dus dan laat ik hem nog even zien en waarom ik hem heb gekozen. Goed, we gaan even lekker smikkelen. Ik hoor dat het lekker is. Heel lekker. Zo, dames en heren. Dan nu ben ik aan de beurt hier in de studio. Super blij, want ik heb iets in mijn handen waar ik echt mega enthousiast over ben. En dat komt ook sowieso wel omdat de woorden die Thomas gebruikt, dan denk ik meteen, ja, je hebt gelijk. Ik doe het. Deze, dit wordt hem. Ik had namelijk eerst, mag ik die nog zien, die grijze? Ja. Want ik dacht eerst van, ik wil het helemaal zwart. Maar als je kijkt naar dit zwart paneel en daar en alle houtstukken, dan wordt het wel heel donker. Dus toen liet Thomas me deze zien en toen dacht ik van, ah, die vind ik mooi. Maar toen, in één keer kwam Thomas met deze en toen dacht ik van, ja, wauw, want ik vertelde ook dat hier een moswand helemaal komt. En dit is weer echt ook een verschil met of het donker is of dat er licht op komt. En toch wel een beetje groen. Ik vind dit wel heel mooi. Ik zou dat zelf nooit zo eruit kiezen, zeg maar. Maar ja, nu ik hem zo zie, denk ik van, ja, ik vind deze wel echt nice. Ja, ik denk dat dit hem wordt. Mooi. Ik ben sowieso altijd best wel van de snelle beslissingen, dus wat dat betreft. Thomas heeft een heel boek meegenomen, dus hier zitten alle kleurtjes in. En alles kan in die plooi, wat je zegt. Alles kan in die weefplooi. Het is gewoon een hele strakke plooi en die wordt als een harmonica in elkaar geschoven. Ja, dat is wel gaaf. Fantastisch. Zeker in deze ruimte. Het groen is natuurlijk super mooi omdat je midden in de natuur zit. Ja. Dus ja, dat is top. Nice. Ja. Oké, gaaf. En dat kan dan allemaal elektrisch. Dat als ik hier zit, dan knopje en dan... Voor jou gaan we het elektrisch maken. Gaaf. Ja. Heel gaaf. Dat is wel echt heel dik. Dus, een mooie keuze zo bij Veneta. Ik ben hartstikke blij. Dus we gaan het meemaken. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van de plannen en wanneer het ongeveer gaat gebeuren. Maar hier word ik wel heel erg enthousiast van, hoor. Zeker weten. Al helemaal omdat ik zelf geen ervaring daarin heb en dacht, ja, er komt hier ergens een soort van rol of zo met een rolgordijn in het zwart en dan komt Thomas in één keer met een mooie, hoe zeg je dat, plei? Een weefplooi. Ja. Komt in een weefplooi, deze kleur, schitterend met de natuur, buiten, moswand. Boven mijn verwachtingen, ik heb echt zoiets van, oké, let's go. Dus hier ben ik super hyped voor. Oh, dit ga je nooit geloven. Kijk wat ik heb uitgekozen. Een beetje vloers. En met de vleugel zit er ook een glim in. En hij is zo gaaf daar. Is dat echt? Ja. Is dat echt? Ja, want dit is toch, je zit in de natuur, hè? Ja, dat is zo zacht. Ja, super zacht. Vroeger had je echt wat dikke vloers en dit is zeg maar een nieuwe variant daarop. Oké. Okay. Ja, ik vind dat wel mooi dat hij zo een beetje... Het voelt alsof je hem zo kan vegen en dan kan maken. En dan zo met die spotjes daarboven, s'avonds wordt dat echt... Heel vet. Ja, ik ben verkocht. Ja. Check even hoe dit eruit ziet. Hoe kleurrijk is dit, hé? Ongelooflijk. Hier, kom maar. Yo. Wow, wat een padelbaan, gast. Wat is het voor chaotische kleurenbende?
Oh, ik kom er helemaal niet in. Oh, nu snap ik waarom ik een code op de mail kreeg. Oh. Wat is de code? Ik dacht al, waarom krijg ik een code? Ik heb geheime toegang. Ja, want jij hebt dat mailtje helemaal niet. Hey, dankjewel. Ja, hoe is maat? Goed, jongen. Met jou? Ja, lekker, man. Ja? Lekker. Hey, je kan hier ook beachvolleyballen, denk ik. Hey. Wow, sick dit. Aan de ene kant vind ik het heel vet, maar aan de andere kant... Ja, weet ik niet of het nice is met een potje spelen, omdat het er gewoon heel chaotisch uitziet. Ja, het is heel chaotisch. Heel chaotische kleuren, maar goed. Nee, heb jij er eentje over? Ja, ik heb eentje. Oh, wat een geluk. Wat een geluk. Ik ga mijn nieuwe laten zien. Ja. Ik heb een nieuwe record. Yo, bro. Feel the difference, bro. Oh, ik ben er benieuwd. Maar vol schuurpapier is het. Hier ga ik even zo eventjes mijn tijd voor nemen. We studeren hem even. Ja, dit is wel grip, man. Hey. Deze is wat meer... Je weet wat ze zeggen, hè? Het is al wel van lang geleden, maar dikke akka veel grip. Hé, hey, luister, ik verwacht van jou alleen maar effectballen nu, weet je? Mag ik even slaan? Ja, zeker, zeker. Ah, nee! Oh, jij slaat eerder dan ik met die racket. Zo, gast. Effect, jongen. Hier. Jeetje. Hij is ook lekker licht. Nou, hij geeft alleen maar complimentjes aan mijn racket. Jij gaat eraan. Auw, weet je hoe hard die dingen zijn? Ja, als je niet oppast, dan krijg je vanavond ook een klap in het ding. Goed. Ja, dankjewel man. Ik hoor er nu bij, hè? Twee. Ik hoor er nu bij. Ja, officieel. Nee, weet je wat het is? Ik had met deze gespeeld van Nick. En dit is een gladde. Ja. En daar zat ik al best wel veel effect mee te doen. Dus toen zei die verkoper, die zei, nou, als jij een beetje effect wil, hey, dan moet je deze hebben. Maar hoe zwaar is die eens kijken? 365 gram. Zo. Droge 360 gram aan pure controle. Juist. Ja, dit kan okay. Niet meer misgaan. Ik ga me omkleden. Dit bedoel ik dus over een professionele tas. Kijk, dit is de professionele tas, maar die heb ik niet gekocht. Je loopt mij altijd te fucken met die tas. Mag ik deze openmaken? Ja, doe. Ja. Hetzelfde. Hoe fijn is dit? Let op, dames en heren. Daar komt ie. Oh! Wauw! Kijk hoe mooi gekleurd. Fijn, man. Heel fijn. Mooie ballen. Kijk of ze in de stress raken. Komt-ie! Ja hoor, de concentratie is op en top. Ja. Ze wordt niet afgeleid. Goed, super. Ik ga me omkleden en dan... Ja! Oké, dames en heren. Daar gaan we. Let's freaking go. Ik ben er klaar voor. We moeten wel even aan elkaar laten wennen. We moeten even samen zijn. Oh, even een momentje. Let's go, Myron! Oh, wacht, ik... Hé joh, gek! Hé joh, auw! Ik moet er wel even omdoen, want anders weet ik het wel. Zo. Pak hem. Oh, eerste slag. Wauw. Zijn we bijna? Kom, even lekker balletje slaan. Zo. Juist. Zo, hey. Dit gaat goed hoor. Oh, komt ie. Effect. Oh, let op. Oh. Oh, yo, deze kan effect mannen geven. Nice. Rennen. Lekker. Voor jou. Ja, sick hoor. Morgen ook anderhalf uur gespeeld. Lekker man. Geef gewoon. Jij stuurde mij dat. Ik keek Glenn aan. Ik zeg, let's go. Ik belde hem vanmiddag op om te vragen of hij wilde padellen. Toen was hij al aan het padellen. Ah, het is gewoon zo leuk, joh. Lekker. Nou, we kunnen wel een mooi partijtje doen, hoor. Als ik dit soort balletjes zie. Hier. Oh. Die heb je voor jou, hè? Ja. Hup. Ja, lekker. Hoezo? Je hebt hem toch? Ja, maar jij hebt echt van die draaiballen. Het was draaiballen, effectballen. Je zei echt zo ja, maar je had hem gewoon. Ja, oké, we moeten effect spelen dus. Oké, ik leg de camera weg. We gaan even serieus sportje spelen. Let's go. A few moments later. Zo, dames en heren. Let's even drinkpauze. Ik ga expres even zwaar ademen.
Maar ja, wat water, Nick. Oh ja. Oh, ik ben kapot. Ik ben kapot. Nee, dit is wel echt super leuk, joh. Echt nice. We spelen goed. Nee, we winnen, ik zeg het. Hey, we spelen goed, man. Het is wel echt leuk, een keer potje padellen. Je maakt me. Ik ben onder de indruk. Oké, top. Ja. Dank je. Schat. Hoi. Jij bent al beter dan de vorige keer weer. Bedankt. Jullie gaan allemaal beter dan de vorige keer. Inclusief jaren, maar ik heb nog nooit zien spelen. Maar. Ja, ik ben ook beter dan de vorige keer. Mijn flesje, mag ik ook wel drinken? Ja, oh, hier. Heb ik iedereen aangeboden? Nee, ik wacht totdat ze klaar was. Oh, okay. Alsjeblieft. Hey, je moet ook vet eens, hè? Zet mijn telefoon daar neer. Met de camera zo. Dan krijg je zeg maar de hele... Jij kan dat met die natuurlijk ook. Maar ik heb dat niet, want ik ben geen vlogger. Hey, goed idee, man. Dankjewel. Ja. Hey, dat is wel een leuke. En kun je van die slow-mo's maken? Ah. Het kan net zo'n videoclip worden voor padel. Ik ga er bellen, kom mee padellen. Ja. Kijk dan. Lekker. Yes. Oh, we gaan lekker hoor. We zijn teruggekomen van padel en we hebben hier een heerlijk bakje kwark wat we even gaan smikkelen. En toen stond iemand voor de deur, namelijk Ruben. Hey. Die gaat ons even helpen. Yes. Want we hebben hier een prachtige onderstelsel van Ruben gekregen. Deze poten die je onder ziet, die heeft hij speciaal gemaakt voor deze lange tafel. En deze poten die hebben ook nog dopjes eronder. Nou, je zei het net al tegen mij, je hebt expres even plastic dopjes gekozen. Of rubberen dopjes. Rubber. Voor de gietvloer eigenlijk, dat niet zo heel erg beschadigd en dat ja. Ja. Dan gaan we het even omdraaien. Nice, dus laten we dat samen even doen. Maar dat onderstelsel is echt super mooi geworden. Daar ben ik echt heel blij mee, ziet er echt dik uit. Dus ja, en als die poten eronder zitten, dan kan eindelijk dat kleed weg. Ziet het helemaal clean uit. Ja, echt top man. Ziet er echt nice uit. Echt blij mee. Ja, hij was eerst nog een beetje wankel door het kleed. Nee, die kan je niet bij de winkel kopen. Die is speciaal door u weer gemaakt. Ja. En door ons geschilderd. Hij is nu goed stevig, dus dit is top. Ja. Zo, dames en heren. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Hopelijk zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. Sorry voor de gaap, maar ik ben moe. 2 keer gesport vandaag. Veel dingen gedaan. En tevreden. Check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Leuk gedaan.